Yo, let's go, guys. Is dit mijn party? Ja. Oh. Oh my god, dit is episch. Vonox, yep. Hallo, dames en heren. En welkom bij de start van een gloednieuw avontuur in de wereld van Kelradia. Welkom terug bij Bannerlord. Het heeft niet heel lang geduurd voordat ik weer een nieuw seizoen ben begonnen. Ik vind het zo'n leuke game. Jullie wilden het allemaal heel erg graag. Dus ik heb weer iets nieuws bedacht voor een nieuw seizoen. Een nieuw avontuur in deze wereld. Ik ga het jullie allemaal uitleggen. Als jullie het leuk lijkt, doe alsjeblieft eventjes een blauw duimpje omhoog en laat het weten in de comments. Dan gaan we gewoon lekker verder met dit avontuur. Ik zit hier in een tavern en misschien kun je al een beetje zien aan de stijl in, bij welke faction dit hoort. En dan moet je niet de titel lezen, want dat spoilt het natuurlijk voor je. Ook heb je dat waarschijnlijk al lang gedaan. Hier zit een vrouw echt al 10 minuten lang al het bier in te schenken. Kijk, daar gaat ze nog een keer. Die guy die vindt het dan volgens mij wel prima, want volgens mij heeft hij best een prima uitzicht. Hier komt iemand naast mij zitten, maybe? I don't know. In ieder geval, ik ga jullie mijn character laten zien. Het is heel belangrijk. Ik ga jullie eerst een gok laten doen. Wie het moet voorstellen. Ik blame jullie niet als je er niet achter kan komen. Maar, dit wordt onze character voor deze campaign. Look at this. Here we go. Ja, misschien komt er al iets binnen, maybe? Als het niet zo is. Snap ik, I tried. In ieder geval, dit moet Éomer voorstellen van natuurlijk de Lord of the Rings films van de Rohirrim. Hij is natuurlijk de leider van de Rohirrim, zijn leger. We gaan als Éomer spelen. Het is heel tof, want ik heb echt superveel mods geïnstalleerd, waardoor ik allerlei dingen heb kunnen aanpassen. Ik zal het jullie allemaaltjes eens eventjes laten zien. Gaat nu al lekker. Can I get up? Here we go. Goed. We gaan deze tavern weer verlaten. Ik weet niet wie deze guy is trouwens. Evigos the Siege Warrior. Holy shit. Look at you. Dat is een companion die we kunnen huren, maar dat gaan we nog niet doen. In ieder geval, we gaan weer heel eventjes terug. We gaan de wereld weer in en dan ga ik het jullie allemaal laten zien. Ik heb een mod geïnstalleerd die heet Detailed Characters, iets in die richting. Die geeft mij namelijk toestemming en de mogelijkheid om de namen van bestaande NPC's aan te passen. Dus ik zal het jullie eventjes laten zien. Wij zijn Éomer. Here we go. Daar zijn we. Kijk, prachtig, jongens. Hij lijkt er toch echt heel erg op. Dan hebben we natuurlijk onze zus Éowyn. Die kennen jullie natuurlijk ook allemaal van de films. We hebben onze vader en moeder. De naam heb ik ook overgenomen. Alleen die zijn helaas al overleden. Niet heel oud geworden trouwens. 50. En hij is ook 50, helaas. Éowyn die leeft nog gewoon. Dus dat is very nice. Dan gaan we eventjes naar mijn faction kijken. Of nog niet mijn faction. We gaan dus dit seizoen in ieder geval starten bij Vlandia. Natuurlijk Vlandia, paarden, cavalry. Daar zijn ze natuurlijk vet goed in. Vlandia heeft echt de beste cavalry in de game. Dus vandaar dat we eerst ons aan gaan sluiten bij Vlandia. Ik zal jullie eventjes de koning van Vlandia laten zien. Here we go. Dat is hij, jongens. King Theoden van Vlandia. En ik heb zijn uiterlijk zo goed mogelijk naproberen te maken. Ik vind dat het best wel er goed uitziet. Dus there you go. Dat is nu de ruler van Vlandia. We gaan ons dus bij hem aansluiten. We gaan de Rohirrim dus opbouwen, want die bestaat nu nog niet. Dus we gaan een hele sterke eigen party creëren. Dus ik wil echt heel erg focussen op cavalry deze keer. En dat lijkt me wel echt super gaaf. En dan is het natuurlijk uiteindelijk, als je de storyline van Bannerlord gaat volgen, de bedoeling dat je natuurlijk de Empire overneemt. Nou, weet ik niet zeker of ons dat gaat lukken. Maar als wij eventjes, als jullie eventjes de map van Middle-earth voor jullie kunnen halen, dan zou je kunnen zeggen dat als je het vergelijkt met deze map, dat Rohan ongeveer ergens hier zit. En dat betekent, dat is het gebied van de Western Empire. En dat komt natuurlijk heel mooi uit. Ook als je naar het land kijkt van de Western Empire. Zeg maar hoe het eruit ziet, de geografie. Dit zou best Gondor kunnen, Rohan kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Southern Empire. Dat is veel meer zanderig, wat kaler. En de Northern Empire is natuurlijk veel meer met sneeuw en dat soort dingen. Dus ik denk, in ieder geval als doel, dat gaat wel eventjes duren, dat we het land van de Western Empire uiteindelijk overnemen. En hier dan Rohan stichten. Dat wij hier Rohan van gaan maken. Ik zal jullie ook eventjes mijn banner laten zien. Dit is natuurlijk de banner van de Rohirrim. Die heb ik van internet afgehaald. Ik vind hem echt super tof. Er waren allemaal variaties op, maar ik vond deze wel het vetst.
Als jullie dat ook vinden, laat het weten in de comments. Heb je misschien een andere suggestie voor een Rohirrim vlag? Laat het dan ook vooral weten. Of stuur me op Discord als je, als je in mijn server zit. Daarnaast, zoals ik dus al zei, heb ik echt superveel mods geïnstalleerd. Ik zal ze allemaal eventjes in de comments zetten. En jullie zien meteen al misschien wat anders dan de vorige keer. Bijvoorbeeld deze factions. Eentje heeft Oxal, Dunglenis heeft een raar kleurtje. En Omor. Ik heb namelijk een mod geïnstalleerd die ervoor zorgt dat je, als jij onderdeel bent van een koninkrijk, dat je je van het koninkrijk kunt scheiden en dan gewoon je eigen koninkrijk dus kunt stichten. En dat is wat hier dus al is gebeurd bij Vlandia. Dit is eigenlijk van, even kijken, hoe heet dit? Dit kingdom, dat kunnen we zien. D for Test, dus dat is gewoon een Vlandian clan, dat kun je zien omdat er D voor staat. Die hebben dat allemaal. Maar ja, nu is het dus de kingdom. Kunnen we dat zien? De Kingdom of Defortes geworden. Ruler of Kingdom of Defortes. Dus die heeft zijn eigen koninkrijk gesticht. En hier hebben we dat dus bij Bethania. Dit is de Kingdom of Fendernguild. Dus dat is ook één clan. En hier Omor is dus geworden, even kijken, de Kingdom of Kulovic. Dus je kan, volgens mij heet die mod Separatism. Dus dat betekent dus dat kingdoms zich separaat kunnen opstellen van hun eigen koninkrijk. En dan zelf iets kunnen gaan stichten. Koningen bedoel ik, niet kingdoms. Dus there you go. We krijgen nu dus veel meer oorlog. Er zijn veel meer kleine partijtjes. Ook qua looters. Kijk, hier loopt dan toevallig een groepje looters. Maar er zijn heel veel nieuwe units toegevoegd. Ook voor Vlandia. Ik kan nu ook bijvoorbeeld hier in de tavern kan ik wat units recruiten. Dus ik zie hier 3 foresters. Ik weet niet wat een forester is, maar dat kunnen we even opzoeken. Volgens mij zijn dat archers. Ja, here we go. Veteran Forester, look at that. Die heb ik niet per se nodig. Waar ik eigenlijk naar op zoek ben, zijn deze dudes. Electroids. Dat zijn hele goede cavalry units die je in ieder geval in het begin goed erbij kunt hebben. Ik denk dat we op die manier een beetje onze clan moeten gaan opbouwen. Ik heb dus natuurlijk weer gewoon de quest dat ik mijn Rebuild Your Clan moet doen. Ik moet 2000 denars halen, 2000 gold. Ik moet 20 man in mijn party hebben. Ik moet clan tier 1 bereiken. Zijn we al bijna trouwens. Ik heb dus al een beetje gespeeld. Heel klein beetje. En ik moet een companion huren. Nou, wat ook heel leuk is. Dat gaan we dus in de komende episodes doen. Als ik een companion huur. Bijvoorbeeld, laten we eens hier kijken. Bij heroes. Bijvoorbeeld, I don't know. Deze guy. Vrouw. Excuses. Als ik denk van, hey, weet je, ik vind het niet leuk hoe jij eruit ziet. Gaan we gewoon naar edit appearance. Oh. Dat is beter. Dan gaan we gewoon hierheen. En dan kan ik gewoon helemaal aanpassen hoe ze eruit ziet. Ze kan er zelfs een man van maken als ik zou willen. Dus we kunnen ook mensen uit de Lord of the Rings films er nog bij stoppen als companions. Dus ik kan bijvoorbeeld Legolas of Gimli, Aragorn. Die kunnen we allemaal in onze party stoppen. En dan kunnen we die als companions gebruiken. En dus met hun gaan vechten. Dat is toch wel super gaaf. Dus dat is het idee. Het is een beetje een mix. Natuurlijk omdat ik heel erg fan ben van Lord of the Rings. Met die wereld en natuurlijk de Bannerlord storyline die je ook gewoon moet gaan volgen. Dus hopelijk vinden jullie het leuk. We gaan dus de Rohirrim opbouwen en echt een gigantisch paardenleger maken. Dat ziet er echt sick uit. We gaan in ieder geval eerst eventjes deze looters aanvallen. Volgens mij heb ik iets van, ik weet niet wat mijn legertje nu is eigenlijk. Kan ik dat zien? Ja, ik heb 4 Vlandian recruits. Dus ik heb het echt heel minimaal gehouden. Ik heb alleen eventjes, toen ik startte met deze campaign, ben ik even helemaal naar links gelopen van de map. Omdat daar natuurlijk Vlandia zit. Verder heb ik nog helemaal niks, zoals je ziet. Ik heb shitty ass gear. Waar komen ze vandaan? Daar. Charge, let's go. Het begin van een nieuw avontuur. En het is niet, want dat is wel een beetje als je een nieuwe campaign start bij Bannerlord. Als je geen mods hebt geïnstalleerd. Dan ben je eigenlijk gewoon genoodzaakt om vooral in het begin achter heel veel looters aan te gaan. En dat heel, heel lang te doen voordat je een beetje gold hebt. Nu zit daar een beetje meer variatie in. Aangezien we natuurlijk nu ook nieuwe bandit troops hebben. En die gaan jullie zometeen echt wel zien. Je hebt ook slave drivers en kingslayers en dat soort dingen allemaal. En die zijn echt super sterk. Dus daar moeten we wel echt voor oppassen. Here we go. We hebben in ieder geval de battle gewonnen. Krijgen we dus wat renown van, wat loot. En here we go. Ik kan ook heel makkelijk zien of ik dus iets beters aan kan trekken. Ik vind dit alleen echt 3 keer niks, dus dat gaan we niet doen. De rest wil ik wel meenemen, graag. Kunnen we weer wat gold mee fixen. Dit zijn gewone forced bands, dus dat is niet per se iets nieuws.
Maar we gaan gewoon een beetje door de landen van Vlandia lopen. En we moeten ook wat quests hier en daar gaan doen. Want daarmee krijgen we natuurlijk een goede reputatie hier. En dan krijgen we betere units. Oeh, de Kingslayers joined Azeroy. Als je ooit hierna gaat kijken wat hier allemaal in komt te staan, dan zie je echt allemaal nieuwe parties en factions en oorlogen. Dus dat is wel leuk om een beetje in de gaten te houden. Je hebt bijvoorbeeld dus de Kingslayers. En dat is dus ook een groep die zich gewoon... Ik weet niet of het dan mercenaries zijn, maar... Look at this, the Kingslayers. The Warlord is the leader. Look at this dude. Kijk zijn skills. Kingslayers. I don't know. Als je die ooit tegenkomt, dan moet je echt wel een goed leger hebben voordat je daar echt mee kan gaan vechten. Een Hired Halberd. Hij is veel te duur, man. Eentje kost 800 gold. What? Dat gaan we niet doen. Ik ga wel gewoon eventjes lekker mijn loot verkopen. Zo moeten we weer beginnen, jongens. Langzaamaan opbouwen. Ik heb een looter als prisoner. Ik zou deze allemaal kunnen upgraden, maar ik ga er denk ik nog heel eventjes mee wachten. Alhoewel, nee, laat ik er in ieder geval wel footman van maken dan. Die kunnen uiteindelijk dus Vlanian Vanguard worden. En dat zijn wel hele goede cavalry units. Ik weet dus niet wat je... Je hebt echt allerlei nieuwe... Troops. Axemen is bijvoorbeeld nieuw. Vlanian Axemen. Hallo? Hey. There we go. Look at this guy. Die wil ik wel op mijn legertje hebben. Ik ga er denk ik 2 upgraden. En dat doe ik omdat ik niet meteen... Hier, weet je, looter komt er maar bij. Ik wil niet meteen een super dure party hebben. Want dat kost me dus alleen maar geld. En dat wil ik liever niet gaan doen. Oei! De Iron Fist? Wat? Kijk, het zijn er maar 5. Maar als ik de armor van deze dude zie, word ik daar al een beetje zenuwachtig van eigenlijk. 2 Enforcers en 3 Brawlers. Ah, ik heb geen idee wat voor units dat zijn. Ik denk niet dat ik daar goed genoeg voor ben. Kan ik even... Wacht. Oké, laten we nog zorgen dat ik er 10 heb in totaal nu. I don't know, ik ben wel echt gewoon nieuwsgierig, weet je. Oh, hier is eentje van 4. Oké, dat moeten we toch kunnen. Een Enforcer en een Brawler. I don't know wat dat zijn. Let's find out. I'm ready. Oh, wat was dat? Wat zijn die... Wat is de Iron Fist, man? Dit is ook allemaal nieuw voor mij. Is a gang that rose to power in the middle of the empire during desperate times. Their business focuses on kidnapping, enslavement and extortion. Oh my god. Oh. Oké. Ik moet hier echt mee oppassen. Kijk deze dudes. Ik wil wel 1 groepje van 4 aanvallen. Jullie? Oké, let's go. Come on. I'm ready. Nee, oh. Hopelijk zijn het er geen 8 nu. Hopelijk zijn ze niet samengevoegd. Please? Oh my god. Oh, die gear ziet er best wel goed uit. Oké, here we go. Ja, we moeten er maar gewoon achter komen wat voor units het zijn, weet je wel. Iron Fist. Kijk deze... Oh god, jongens. Ik heb hier niet echt een goed gevoel over. We hebben 2 footmen, 2 recruits en een looter. En ikzelf. Oh, here we go. Oké, het zijn gelukkig geen cavalry units. Dat was echt dramatisch geweest. Let's go. Oeh, kijk die banner. Look at that. Dat is wel sexy, hoor. Oké. Let's see. Oké, ze hebben allemaal een schild. God damn it. Misschien kan ik dit beter niet te paard doen. Oké, ouch. Dat was 1 hit en ik ben bijna dood. Dat was wel 91 damage. Ik denk niet dat mijn party dit in zijn eentje gaat kunnen. Oké, ik moet afstappen. Kom maar. Here we go. Brawler is down. Here we go. Oh, gaat eigenlijk best goed. Oké, maar het zijn wel goede tier units. Heb ik... Volgens mij ben ik 1 iemand verloren, of niet? Eentje gewond. Een looter. De looter is gewond geraakt. Oké, that's funny. Poef. Kijk, dat bedoel ik, weet je. Als je een groep van 20 looters ziet, bijvoorbeeld, denk je van, ah, easy. Maar 20 van deze dudes, I don't know. Wat kunnen jullie worden? Kijk, dit bedoel ik, je hebt gigantische tree. Wat is dit allemaal, joh? Ik kan het niet eens zien. Het ding is te groot. Het schermpje is te groot. Oh. Deze kunnen robber knights worden. Wat? Oh, hell yeah. Dit ziet er echt... Dit moet ik hebben in mijn leger.
Kijk dit, een spy. Een smuggler. Oh, een cutthroat. Wat? Deze units zien er bruut uit. Een executioner. Oh my god. Kijk deze. Wat is die helm? Kan ik die helm ook gewoon zelf krijgen? Jesus Christ, dude. Oh, ik heb dit echt nodig. I need this. Oké, ik ga ze in mijn prisoners houden. En dan kan ik daar dus... Ah, ik ga jullie toch nog even footman houden. Kan ik daar dus hele goede cavalry van maken. Oeh. Geen beter schild voor mij? Really? Ik had wel verwacht dat ze iets beters hadden. Ah, blijkbaar niet. Anders had die mod het wel gezegd. Met oké, okay, thank you. Damn. Yo, ik wil nog een... let's go. Nog een Iron Fist party. I'm ready. Come here. Oei. Slaver Stockade. Is dit een soort van bandit hideout? Maar dan... Oh, daarom zitten er hier zoveel. That makes sense. Oké, maar ik ga daar niet... Het is niet echt handig als ik daarbij ga staan. Ik wil ze niet allemaal tegelijk. Oké, er komt eentje nu deze kant op. Let's go. 7? Nee, dat is te veel. Nee! Oké, we moeten ons best doen. Tegen 11. Oh jee. Maar ik heb wel mijn units ge-upgrade net, dus misschien... 11 van deze brute guys. En ik weet niet eens of ze ge-upgrade zijn. Die, misschien zijn het wel... Misschien zit er wel een executioner tussen. Weten wij veel? Let's go. Oeh. Het is best wel mooi hier, maar... Even kijken. Nee, het zijn volgens mij allemaal weer van die brawlers of... Of enforcers, of wat was dat? Ik weet het niet meer. Ah. Damn, dude. Ze hebben wel een sick embleem, moet ik zeggen. Iron Fist. I like it. Okay, let's go. I'm coming. Let's go. Come on. Vlandians, we can do this. Ik vind de Vlandians persoonlijk een super vet... Een vette faction. Daar heb ik dus ook mijn allereerste campaign singleplayer. Zonder dat ik opnames deed, heb ik ook Vlandian gespeeld. En als je uiteindelijk een grote cavalry force hebt, is het echt... Oh man, dat geluid van al die hoeven op de grond is echt heerlijk. It's gonna be amazing. Alright. Ik ga ze toch even... Killen? Nou, ik wil ze niet echt per se killen. Wacht. Kan ik dat niet? Nee. Ik dacht misschien als ik mijn schild weg doe, dan... Oeh. Oké, misschien toch wel? Ah, toch niet. Je kan ze of gewond maken, of je kan ze echt killen. En ik weet niet echt hoe je er nou voor kan zorgen dat ze niet doodgaan. Want ik wil ze dus als prisoner hebben. Maar we hebben er... we hebben een enforcer erbij. Een lone shark en dan een robber knight. Hell yeah. Die moeten we erbij hebben. Nice. Oeh, we hebben wat beters. We hebben een helm. Oh. Dat lijkt serieus op een Rohirrim helm. Prima. And there we go. Very nice. Nieuw schild. Oh. Dit is perfect. Dit is echt helemaal goed. Een vis. Ik ben weer zo ready voor een nieuw avontuur in Bannerlord. En ik hoop dat jullie het echt leuk vinden. We kunnen dus ook doen alsof... I don't know. De Azurai. Alsof dat Harad is bijvoorbeeld. En dan gaan we daar dikke battles voeren in de woestijn. Ik weet dat er wordt gewerkt aan een Lord of the Rings mod. Voor Bannerlord. Dat heet Kingdoms of Arda, dacht ik. Maar die is echt nog lang niet af. Maar ze hebben al wel bijvoorbeeld armor designs laten zien en dat soort dingen. En dat ziet er echt sick uit. Dus ze willen dan ook de hele Middle-earth map gaan namaken. En dan met al die... Ik heb de troop trees al gezien. Dus hoe je iedereen kan upgraden. En het is echt van die Gondorian Fountain Guards. Oh man. Als die game ooit uitkomt, jongens... Oh. Of die mod bedoel ik, dat schort gewoon... Daar ga ik zoveel uren in stoppen, dat weet ik nu al. Dat is gewoon de perfecte game. Maar here we go. Ouch. Niet ouch. Miste. Oké. Okay. Oeh, iets te close. Ik moet eigenlijk wel zoveel mogelijk op mijn paard blijven zitten en veel rijden. Want dan gaat mijn riding skill natuurlijk omhoog. En dat is wel nodig voor als ik de leider van de... Rohirrim wil worden, maar dit werkt niet. Let's go. Here we go. Ik wil me dus vooral focussen op one-handed en op een spear. Of een lance. Dat lijkt me wel een goede combi. En een boog. Ik wil ook deze playthrough met een boog gaan werken. Excuseer mij. Ah. Oké, okay, I'll take it. Nieuwe shoes. Oh.
Oké, okay, nee. Sorry, daar kan ik niet doorheen kijken. Dat ziet er echt niet uit. Waarom heb ik blote knieën? Like... fine. Als het beter is. Oké, okay, ik kijk wel even door de looks heen. Alright. Goed, laten we weer kijken. Misschien is hier een quest? Nee. Oké. Okay. Nee, dan ga ik weer weg. Ik heb nog genoeg eten. Gaan we hier kijken. Vlandian Territory, I like it. Deliver the herd, dat kunnen we wel doen. Waar is Orticia? Daar, oh, dat kunnen we wel doen. Dan moeten we voor deze guy volgens mij een herder met schapen ergens heen brengen. Maar wat dan wel heel... Ik ga het jullie laten zien. Het is een leuk trucje om wat geld te verdienen. Even kijken. Oh, wat gebeurt er met mijn... Wat is dit, joh? Een octopus. We krijgen dus waarschijnlijk wat schapen van hem. Ja, 12 schapen. Tell me how I can help. Ja. I promise you... Oké. Volgens mij... kan ik nu de helft van deze schapen verkopen. even kijken. Dacht ik toch? Wacht even, ik moet even zeker weten voordat ik deze quest faal. You need to deliver at least half of the herd. Dus, dat ga ik natuurlijk niet doen. Even kijken, hoeveel heeft u me gegeven? 12 schapen. Nou, dan gaan we gewoon 6 schapen wegdoen. Krijgen we 252 gold voor. Very nice. En dit kan ook allemaal weg. Kijk, ik heb de rest van de schapen nog. 1050 gold. Oh, de trader heeft niet genoeg geld. Really? Oké, dan verkoop ik wel alleen even de schapen hier. Oh, nee, de trader heeft inderdaad heel weinig geld. Ik zit ook gewoon in een village natuurlijk. Zo. Ik hoop niet dat die guy dat gezien heeft. Heeft hij me net al zijn schapen gegeven, ga ik gewoon in zijn dorpje al die shit weer verkopen. Oeps. Ik moet eventjes naar een grote stad toe, denk ik. Maar we gaan dan eventjes richting Orticia van de Western Empire. Waar ik natuurlijk uiteindelijk Rohan ga stichten. Wat heb jij voor quest? Nee, dat is geen leuke. Oké. Okay. Hebben jullie misschien leuke units? Nee, helaas. Ransom your prisoners. Ah, ik wil die eigenlijk wel graag houden. Maar misschien kan ik wel... Oeh, een brawler wil mij joinen. Ja, kom erbij. Weet je, ik vind het nu nog niet zo belangrijk wat voor units ik nou precies in mijn leger heb. Het is gewoon nu eventjes overleven en dan ga ik wel echt letten op wat voor units ik er allemaal in stop. Maar looters, I mean sure. Kijk wat looters kunnen worden. Een hedge knight? Hell yeah, dude, looters, join me. Dit gaat geweldig worden. Ik ga niemand verkopen, ik moet al die prisoners wel houden. Het worden allemaal goede knights. Dus zo zie je maar. Als je zonder mods prisoners of looters in je prisoners houdt, ja. Volgens mij kunnen looters dan watchman worden. En dan uiteindelijk kunnen ze weer gewoon een normale infantryman worden, dacht ik. Maar het is allemaal niet zo spannend. En de manier hoe het nu gaat vind ik echt wel very, very nice. Dus we zijn nu in het territorium van de Western Empire. Uiteindelijk wordt dat dus Rohan. Hebben jullie misschien Eleftheroys? Nee. 15 Hidden Pawns. Wat zijn dat? Hidden Pawn. Wat zijn jullie? Oeh. Een soort van assassins. Het kunnen puppeteers worden. Oké, okay, pretty nice. Maar ik heb geen interesse. Goed, dan gaan we nu eerst eventjes die schapen niet verkopen. En de rest wel. 1700 gold. Here we go. Zitten we al over de 3000. En dan gaan we naar de... Wie moest ik hebben? Valaals de Spider. Deze guy. En als het goed is, vindt hij het dus niet erg dat ik de helft heb verkocht. Hij gaat er wel wat van zeggen, maar hij vindt het niet erg. En zo maak je dus gewoon heel snel... Volgens mij was het iets van 250 gold extra van deze quest. En volgens mij krijgen we hier iets van 400 voor de quest zelf voor. Dus, mocht je nog een manier zoeken om een beetje snel gold te maken in Bannerlord... Dit werkt meestal wel heel goed. Maar ja, dan moet je maar net geluk hebben dat je deze quest tegenkomt. En there we go. Here we go. 12 van de sheeps. 6 heb ik er. En dan zegt hij, what happened to the rest? It's better than nothing, I suppose. Hier, 400 gold en 2 points in charm. Hoppakee. En zo maken we dus makkelijk very much gold. Oké, okay, laten we weer snel teruggaan naar Vlandian Territory. We kunnen even naar Charas. Oeh.
Oh ja, dat was dat slaver ding. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Ik bedoel, ik durf het nu sowieso nog niet aan te vallen, maar... dat kunnen we uiteindelijk sowieso wel gaan doen. Hoe is het met die andere factions gegaan? Oké, Omor is weer terug. Terug bij Sturkia, niet bij dat andere kleine koninkrijk. En Oxhall ook. Dunglenis is nog steeds van de Kingdom of Fendergil. Oké, interesting. Interesting. Let's see. Skulder recruits. Volgens mij zijn dat een soort van... Sturgia units, dacht ik. Here we go. Oh my god, look at these. Ja, ze zijn wel sick, maar ze passen niet echt in mijn army. En dat zeg ik nu ook, heb ik nu van die brawlers in mijn party zitten, maar... jullie snappen wat ik bedoel. Ik ga ze niet echt recruiten daarom. Als ik ze als prisoner heb, sure, weet je. Join me. Maar anders ga ik ze niet per se daarom recruiten. Laten we wat verder noordelijk gaan. Nee, geen quest. Oh. Geen quest. Oh, Ingalter. En Theoden. Oh, daar is hij. Als het goed is hebben zij... dit is natuurlijk die main quest die je moet doen. Dus dan moet je ze vragen over die oorlog. Here we go, over die grote battle. Bla, bla, bla. Thank you very much. Gaan we ook even bij Theoden doen. Kunnen we even kijken hoe dit eruit ziet, jongens. En dus uiteindelijk kunnen we, als we met 10 van deze mensen praten, kunnen we ons eigen koninkrijk stichten. Daar is hij. Theoden. Ik had hem iets blonder haar gegeven, maar for some reason wordt het altijd wat donkerder in-game. Dus ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Kun je me wat vertellen hierover? Dankjewel. Dat zijn er al 2 van de 10. Damn, hij heeft een party van 227. Hij heeft 104 recruits. Jesus Christ. Hij heeft niet hele spannende units. Wel wat hired blades. Oké. Okay. Interesting, interesting. Ik weet trouwens dat... dat heb ik dan wel bij een andere YouTuber gezien. Dat Vandals... oh, die heb ik niet. Vandal... dat dacht ik. Of het heet iets anders. Maar dat waren hele goede, goedkope archer units. En volgens mij zitten die in looter parties. Vagabond? Was dat het misschien? Hier, deze hebben één Vagabond, maar... I'm not sure. Hey, ik ben level up gegaan ook trouwens. In one-handed, look at this. Shield bashes deal 50% more damage. Infantry troops take 4% less damage. Nah, one-handed weapons you deal have... their handling increased by 20%. Oké, we gaan voor deze. Ik doe mij dan nooit een shield bash of zo. Goed, we gaan hier een extra point in doen, one-handed. En eentje in bow. Ik heb nog geen boog, maar dat gaat er wel snel aankomen. Dat was ik wel van plan. Force bandits, die zijn vooral gewoon irritant om tegen te vechten, omdat ze je heel snel neerhalen met hun bogen. Dus dat gaan we niet doen. Oei. The village has been looted. Oh, die ook. Hallo. Of was dat dan het ene koninkrijk wat hier zat? Heeft die voor een beetje onrust gezorgd? I don't know. Oh, piraten? Oei, Blackwater Pirates. Wat? Ze hebben 4 Blackwater Corsairs, 3 Buccaneers en 6 Pirates. Oh, hier ook nog 2. Holy shit, dude. Oké, okay, ja. Oh, deze is ook geloot. Oh man, ik ben heel benieuwd. Maar ik kan deze echt niet aan op het moment. I mean... wat hadden ze? Corsairs? Wat voor tier units zijn dat? Zijn het hele echt tier 4? Tier 3, en dat is ook al hoog. Wat is dit? Blackwater Fleet Admiral? Wat? Kunnen we een piratenleger maken? Dat is best wel cool eigenlijk. Maar niet het idee van deze playthrough. Dat gaan we niet doen. Oké, okay, maar leuk. Piraten, hell yeah. Oh nee! Oeh! Tomoon, help! Hallo? Lord? Ik denk niet dat ze me in kunnen halen. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft. Ik weet nog niet zo goed waarom ik nou vlak langs ze heen ging lopen. Oh, ik ben net iets sneller. Oeh. Blackwater Pirates, hell no. De Crimson Cartel, wat zijn het allemaal voor parties? 2 thieves en een criminal. Oké, okay, die kunnen we wel hebben. Zeg ik nu en ik weet niet eens hoe sterk ze zijn, maar... I think so. Sea Raiders overal, nee, die kennen we al.
Hey, ik wil wel met de... Oh god, is hij in hideout of zo? Ik wil wel met die Crimson Cartel vechten, maar Sea Raiders zijn ook niet verkeerd voor wat goede loot. Dus... Even kijken waar ze allemaal heen gaan. Let's take a look. Oh. Ik kan niet te dichtbij komen dat ze ineens met z'n drie op me afkomen, maar ik denk dat hier... Ja. Oh, en een Black Market. Interesting. Oké, 17 Sea Raiders, dat is veel te veel. Oh, hier komen ze aan. Ja, perfect. Oh, here we go. Oké, de Crimson Cartel. Ik weet niet, misschien zijn ze wel veel te sterk. Wat hebben jullie? Ze hebben één cavalry unit. Is dat die smuggler? Oké, interesting. Oh jee. Kijk, weet je, eerst was het zo makkelijk met al die looters. Die kun je gewoon makkelijk aan. Maar deze dudes zien er... Kijk dat wapen alleen al. I don't know. We're gonna give it a try. Maar ik weet niet of dit goed af gaat lopen. Ik heb ook geen archers, nee. Wow, wie is deze afro dude? Oh, dat is de looter. Kijk hem. Yo, hij is een beast. Look at that. En we hebben hier onze... Oeh, hij ziet er freaky uit. Onze brawler. Oh, sorry. Charge. Attack! Let's go, team. Oeh. Dat is denk ik de smuggler, was dat of niet? Oké, here we go. Ik ga voor deze guys. Oh my god. Ik moet echt weer wennen aan... Oh, jeetje. Aan een speer op een paard. Dat heb ik niet echt heel veel gedaan met mijn Sturgeon campaign. Dat was een criminal. Nog een criminal. Oké, deze dude wordt wel een probleem. Hij heeft echt zieke armor ook. Oh jee. Gaan jullie maar even in een square hier staan. Voor zover dat kan. Met hoeveel jullie zijn. Dat wordt een heel klein vierkantje. Maar vierkantjes werken goed tegen deze units. Oh. Pak hem. Ja, perfect. Hij trapt erin. Oh, lekker bezig jongens. Wat heeft hij allemaal bij zich? Kijk die loot die dat paard allemaal meedraagt. Ha. Smuggler, got him. Damn. Even kijken. Jeez. Wat zit hierin? Yo, kan ik deze loot meenemen? Goh. Misschien zit er wel lijk in. Oké, whatever. We gaan maar gewoon door. I don't know. Kan ik hem recruiten, maybe? Dat is misschien wel leuk, een smuggler. Oh, we kunnen hem... Ja, maar dat weet ik dus niet. Kijk, bij een normale Bannerlord zonder mods kun je niet tier 5 en hoger recruiten vanuit je prisoners. Maar ik heb heel veel mods geïnstalleerd en sommigen zouden daar ook voor moeten zorgen dat dat dan wel kan. Dus ik hou er maar gewoon eventjes bij. En wie weet, we gaan het wel zien. Ik neem in ieder geval weer lekker een brawler erbij. En we hebben dus ook een criminal nu. Oeh. Oh, dat kan een smuggler worden. Ah, oh, I see. Oké. Okay. Oh, dat kan ook een cutthroat. Goh. Of een cutthroat, moet ik eigenlijk zeggen. Niet cutthroat. Maar, oké. Okay, nice. Damn. Zoveel nieuws te ontdekken. Oeh, throwing daggers. Hell yeah. I'll have that. En een horse eindelijk. En olijfjes. Ook nog. Oké. Okay. Wil ik er nog een, misschien, maybe? Nou, niet die 17, dat is wel erg overdreven. Oh, waarom zijn ze zo... Waarom zijn ze zo ziek snel? Oké, wat hebben jullie? 12 Sea Raiders, 4 Warriors en 1 Chief. Oh, dat kan ik nooit aan, denk ik. Jeez! We gotta go! Oh, oké. Ik wou zeggen... Jullie kunnen toch niet echt sneller zijn dan ik? Hallo? Help! Vartin! Help! We gaan naar de stad. Damn! We moeten wel echt oppassen nu. Maar goed, we hebben wat lekkere loot die we kunnen verkopen. Misschien nog eventjes een quest ergens doen hier in de buurt. Misschien bij jou? Escort Merchant Caravan? Nee, daar zit ik niet echt op te wachten. Dammit, ik wil Eleftheroi units huren en ik weet dat dat kan. Je moet alleen gewoon geluk hebben dat ze dan op dat moment beschikbaar zijn in de tavern, maar... Ja, moet je dus net geluk mee hebben. Here we go. Bijna 600 gold erbij. We zitten al op 4.300. Ga even deze village. Kijken of hier een quest is, maybe. Oh, die is geloot. We gaan een beetje deze kant op. Die zijn al hier geweest. Oh, daar zijn de piraten weer.
Ah, jongens, ik denk niet dat we nu op piraten aan kunnen. Dat gaan we bewaren voor als we iets sterker zijn. Iets. Extortion by deserters. Ja, dat is wel een hele goede quest om te doen. Alleen denk ik dat ik daar ook nog niet sterk genoeg voor ben. Ik ga toch even wat recruits erbij halen, denk ik. Hé, hey, volgens mij zijn we clan tier 1 geworden. Dacht ik. Ja, nice. We moeten alleen nog 3 man en een companion. En dan kunnen we... dan hebben we die quest voltooid. En dan hebben we dus echt een prima clan opgebouwd. Al best wel snel. Dus dat is very nice. What's up, looters? Landlord needs access to the Alantas Commons. Oké. Ik weet niet zo goed precies wat deze quest is. Volgens mij moeten we dan iemand gaan overtuigen dat we zijn land mogen gebruiken. I'm not sure. We gaan het wel zien. We gaan in ieder geval eerst een beetje onze reputatie overal opbouwen, zodat we ook wat hogere tier units kunnen recruiten. En we gaan het dus echt niet zo doen als de vorige campaign, dat we iedereen gaan onthoofden. We gaan goed voor onze honor zorgen. Dus op die manier... I can get your herdsmen to the base. Ja, sure. Op die manier hoop ik dat het uiteindelijk later wat makkelijker wordt dat Lord zich bij mij aan gaan sluiten. Ja, wat is ook best wel grappig is, als dus een Lord zich bij ons aansluit, dan kunnen we ook zijn naam en zijn uiterlijk aanpassen. Dat hij ook uit de Lord Wings komt. Want dat is amazing. Dat wordt echt cool. Goed, wat moeten we eigenlijk doen? The villagers refuse. He asks you to clear the pasture so that the herders can graze the flock in peace. You need to agree to... A party of herders have joined your party. Oké. Okay. Alantas moeten we heen. Alantas. Oh, hier. Verderop. Oké. Okay. Ik weet niet. Volgens mij is het niet per se een vechtquest. Volgens mij moet ik ze alleen overtuigen. Hoop ik. Hallo. The land... The law says a buyer has rights and you need to clear out. Ja, yeah, get out of here. Here we go. Oei, ik krijg wel een beetje decreased relation, maar dat maakt niet uit. Ah, dat was vrij makkelijk 350 gold. Easy. Not too shabby. Let's see, zijn hier nog leuke units in de buurt? Je zou denken dat hier piraten zitten. Maar lijkt er niet op. Oké, okay, good to know. Maar we weten dus wel waar de piraten zitten. En dat is weer dus bij Pravent in de buurt. Pravent, I don't know. Laten we eventjes naar Rovat gaan. Misschien hebben ze hier Eleftheroi units die je kan huren. Gaan we dat sowieso doen. Damn it. Oxhall dan. Die is net weer terug in Vlaandia in handen. Het zou wel heel mooi zijn. Toch lopen er nog vrij veel looter parties rond. Dus we kunnen ook gewoon nog makkelijke battles aangaan en zo een beetje geld sprokkelen. Maar tot nu toe gaat het dikke prima. Je hebt een quest. Rival gang moving in at Oxhall. Oh, dat is wel een leuke, denk ik, om te doen. Maar. Nee, helaas. 2 watchmen. Nou, dat is ook niet interessant. Een rival gang. Ik weet niet zeker of hier al goed genoeg... onze party hier goed genoeg voor is. Want volgens mij moeten we nu gaan duelleren. Oké, dit is wel een flinke close-up. I am Eomer. And who are you? I know your name. It's good to meet. Oh, thank you. Heb je een probleem? People have been bonding shop owners under protection, demanding money and making threats. Let me tell you something. Those shop owners are my cows. And no one else gets to milk them. What? Excuse me? I'll fight the other gang with you myself. Okay. As I said, we need minimum of 3 days to prepare. I will remind you when we are ready to move on them. Just don't leave the town before we settle this matter. But... We gaan een rival gang met z'n allen aanpakken. Hell yeah, let's do this. Yo, wat zijn deze guys aan het doen? What are you doing? Waarom doen jullie al zo geheimzinnig? Is hier iets te zien? I don't think so. Wel een mooi winkeltje. Maar jullie doen allemaal een beetje raar. Zoals we een beetje dronken zijn. Oké, blijkbaar moeten we dus eventjes wachten in deze village. En dan gaat ze uiteindelijk zeggen dat we ready zijn. Come back after 3 days. Oké. Okay. Het is 3 dagen later. Are you ready for the fight? Zegt ze terwijl ze echt in mijn gezicht zit. I am ready. Let's finish this. Wat is de bedoeling? Ik heb deze quest nog nooit gedaan. Ga ik dit overleven of... Oh.
Yo, let's go, guys. Is dit mijn party? Ja. Oh my god, dit is episch. Hoe kan ik ook langzaam lopen? I don't know. Yo, what's up, guys? Oh. Coming to fight me? Did Varen at the Needle push you up to this? There's no need for bloodshed. This town is big enough for all of us. Ze heeft geen wenkbrauwen. That's... En hij ook niet. En hij ook niet. Terrifying. If bloodshed is what you want, I'll be happy to provide. 940 denars. Is dat het waard? Of gaat zij ons meer geven? Ik denk dat zij ons meer gaat geven, dus let's go. Let's go! It's on! Here we go! Oké, shit. Oké. Looter. Kunnen we dit doen? Ja. We hebben gefaald. Ik had niet verwacht dat ik zo snel doodging door een stel looters. Yo, I'm sorry. Min 5 relation. I'm so sorry. Ik wist niet dat het... Ik dacht, dat is een klein groepje looters. Ik moet wel zeggen dat ik de difficulty iets hoger heb gezet. Dan in de vorige campaign. Dus het zou inderdaad zomaar kunnen dat dit... dat het wat moeilijker allemaal is. Oh, dat is hilarisch. Jesus, man. Looters zijn sterk geworden, hé. En er lopen hier overal forest bandits. Holy crap. Oké, ik ga nog maar 1 stad. Laten we eventjes naar Sargot gaan. Waarom niet? Misschien... Oh, is het nou 17 party looters? Oh, 7. Oké, helaas. 17 was wel leuk geweest. Maar we gaan even kijken of ze hier misschien dan toch Eleftheroys hebben. Dan kunnen we onze party nog wat uitbreiden. En hopelijk gaan dan gevechten zoals dat wel echt beter. Want dit kan echt niet. Dit is echt heel erg beschamend. ook niet. Ah, damn it. Oké. Komt goed, jongens. Arena dan? Ja, dit is wel een toernooi gaande. Kettle helmet with mail. Anyway, we gaan naar de tavern. En we gaan eventjes lekker aan tafel zitten. Misschien is het wel gewoon dezelfde tavern trouwens. Jazeker. Ah, daar is ze weer. Ik ga een mooi plekje uitkiezen. Here we go. Proost. Is dat een kind? Wat doe jij in deze tavern? Dat is een beetje creepy. In ieder geval, hartelijk bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk vinden jullie het idee dus voor deze serie leuk. Laat het eventjes weten met een blauwe omhoog. En laat het weten in de comments. Dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende episode. Later. Goddammit, fuck you. What the hell? Goddammit, what the hell? Goddammit, freaking elephant. Goddammit, sterf. Fuck you. What the fuck? What the hell? Fuck you. Goddammit. Goddammit. What the hell? Fuck it. Oh, damn. Shit. What the hell? Finish, faggot. Jesus. Fucking Christ, what the hell? Holy shit. Good. Zo'n faggot, is echt...